Renault Antwerpen. De auto's van stad. De N14 in Massehoven is al een tijdje een zorgenkind van de gemeente. De baan staat al langer op de lijst van gewestwegen die heraangelegd of veiliger gemaakt moeten worden. De Vlaamse overheid pakte in een eerste fase al een stuk richting Soersel aan. In een tweede fase komen er nog 3 ronde punten aan gevaarlijke kruispunten. En dan pas is het de beurt aan het gevaarlijkste deel van aan de Kanaalbrug richting Broechem. Dit is het slechtste stuk dat van de N14 dat daar nog ligt. Het fietspad moet daar zeker opzij getrokken worden dat het weg van de baan komt. Dat is helaas nog even wachten. En op de fase 2 wachten we ook al vele jaren. Wordt regelmatig verder uitgesteld. Maar de derde fase is eigenlijk nog dringender, zeker naar verkeersveiligheid toe en naar files toe en zo. Gisteren verongelukte hier een 18-jarige student uit Zandhoven. Waarschijnlijk is hij gevallen door een rukwind. Een vrachtwagen die op dat moment de jongeman naderde, kon hem niet meer ontwijken. De fietsers hier kennen de gevaren. Ik passeer hier regelmatig met de fietsen. Ik vind ook dat dit niet echt veilig is. De fietspaden zijn ook niet breed en er gebeuren hier veel ongevallen. Er zijn er al meer hier verongelukt. En toe om de afrit en de oprit van de straten. Het is niet veilig. Voor over de brug te rijden is niet veilig. Je denkt er eigenlijk wel bij na als je dan nooit over de brug rijdt wat er kan gebeuren. Hè. 2 jaar geleden kwam wat verderop ook al een jonge fietser om het leven bij een gelijkaardig ongeval. De gemeente heeft enkele maanden geleden al een snelheidsbeperking aangevraagd van 70 km per uur voor heel de N14 en wacht nu op een beslissing.